Hey, leuk dat je kijkt en welkom bij de vraag van de week. De vraag is: hoe word ik vingervlug? Nu heb ik daar een oefening voor. Niet zelf bedacht overigens, maar dat gaat zo. Je doet je handen tegen elkaar, met je vingers een beetje gespreid. En wat je dan doet is elke keer je vinger eronder en erboven en weer op elkaar. Dan de volgende vinger onder, boven, op elkaar. En zo ga je dat hele rijtje af, terwijl je de rest van de vingers probeert stil te houden op hun plek. Dus op deze manier. Je kunt je duim ook doen. Meestal hoeft die niet, maar op deze manier kun je dat dus gaan doen. En dan steeds sneller, totdat je uiteindelijk dat dus super snel kan. Ik heb het alweer een tijdje niet gedaan, dus zoals je ziet is het weer wat minder snel geworden, maar dit kan je dus oefenen om vingervlug te worden. En ook om je goede hand-oogcoördinatie te geven. Als je het nou moeilijker wil maken voor jezelf, kun je ook nog je handen zo doen. Dus in plaats van recht voor je, met gebogen polsen, zo, omhoog. En dan op deze manier. Nou, zodra je dit gaat doen, zul je merken dat dit een stuk zwaarder is en moeilijker om uit te voeren. Dat merk ik ook wel zelf. Dus dat zijn dus de oefeningen die je kunt doen om vingervlug te worden. Je hoeft dit natuurlijk niet per se te doen. Je kunt ook gewoon heel veel oefenen met kaarten of munten of wat je ook wilt. Wat je leuk vindt. Maar dit is wel een hele goede oefening om gewoon erbij te doen om vingervlug te worden. Dus dat is hem. Veel succes met oefenen. En mocht je nou nog andere vragen hebben, stel ze gewoon hieronder of stuur me een e-mailtje of zo. En dan zal ik hem proberen te beantwoorden. Dus dankjewel voor het kijken. Als je het een leuke video vond, like hem dan even en deel hem met je vrienden. En dan zie ik je volgende keer.